Dit is een uh, Duitse kaart met het Nazi-logootje nog erop. Van het gebied rondom de Bodensee. Um, dit is een kaart die uh, Jan heeft gebruikt. Uh, om vanuit de fabriek waar hij werkte. te vluchten uh, vanuit Duitsland uh, naar een neutraal gebied in uh, Zwitserland. Um, hij heeft deze kaart gekocht. Um, hij heeft hiermee zijn route bepaald. en um, De um, route ging, liep eigenlijk altijd voorspoedig. En op het moment dat hij bij de Rijn aankwam. En, uh, Richting Zwitserland wilde gaan, is hij vlak voordat hij uh, de Rijn over wilde zwemmen, is hij opgepakt. En um, juist om het feit dat hij deze kaart heeft gebruikt voor zijn route, um, denkt dat, denk dat je direct terug naar uh, de reis die hij heeft gebracht uh, of gemaakt en dat hij is opgepakt. En um, daarom is het mooi dat we deze kaart terug hebben gevonden en dat hij hier ligt. Wat je eigenlijk niet echt beseft als je er niet over nadenkt, dat dit gewoon direct een item is waar zij. Die zij in hun handen hadden en waar zij mee aan het lopen waren, en dat dat gewoon precies deze kaart was die tot nu toe heel veel jaar later is bewaard en dat ik die nu in mijn handen heb. Ja, ik vind dat heel mooi.